En dit was mijn klas. Waar dat die ramen zijn, hier heb ik gezeten in de klas. En dan moest ik in die deur hier binnen gaan om naar school te gaan. This is me, I'm so royal, and you all wanna be round. Een hele goede morgen allemaal en welkom bij een nieuwe video, mijn lieve kijkers allemaal. Natuurlijk begint Katja altijd haar dag met een tas of een kopje koffie, of hoe zeg je dat ook in Nederland weer? Als jullie van Nederland zijn, laat het me zeker weten hieronder de commentaar hoe dat jullie zo een tas koffie noemen, of een kopje koffie, of een bakje koffie. Ik weet het eigenlijk niet hoe dat ze dat eigenlijk in Nederland noemen, maar laat het me zeker weten en ik zou zeggen school of santé. Er is niets heerlijker dan 's morgens op je nuchtere maag een tas koffie te drinken. Zoals jullie zien ben ik juist uit de douche gekomen. Nu, wat ga ik vandaag nog allemaal doen? Ik ben niet zeker wat ik nog allemaal ga doen vandaag. Straks ga ik beginnen met mijn gezonde voeding te maken. Want ja, Nadia, ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb me deze morgen stiekem gewogen. Omdat ik bang was van die kebab dat ik gisteren gegeten heb. Dus ik was eigenlijk een hele dag goed bezig. Maar ik had gisteravond, doordat die mensen mij getrakteerd hadden, hebben dan toch maar toegezegd aan de kebab, omdat dat mij het gezondste leek. Van de drie eigenlijk, dat ze daarop genoemd hadden. Ik heb maar een beetje vlees gekregen, maar ik heb wel heel veel groentjes gekregen van die man. En dat was wel super lief, dus dank u wel. Ja, dus ik heb me deze morgen opnieuw gewogen. Dus jullie weten dat ik gisteren 63,5 was. En vandaag ben ik een beetje afgevallen naar 63,1. Oh my god, ik ben 400 grammetjes kwijt op één dag. Zo super cool. I'm so happy and so proud of myself. Oh yes. Oké, ik ga nu eerst verder mijn tas koffie uitdrinken. En dan kom ik daarna terug bij jullie en mijn lieve kijkers. Doei! Ja, het is ondertussen al 10 uur en dat wil zeggen dat het nu tijd is voor mijn eerste ontbijt. En dat is mijn ochtendontbijt. En wat was Katja haar eerste ontbijt weer al? Oh ja, juist. Een shake dat ik net gemaakt heb van bosvruchten. En dit ga ik lekker uitdrinken. Daar heb ik ook de Protifar poeder in gedaan om, ja, omdat dat gezond is, hè. Je hebt uw eiwitten nodig. En het smaakt heel lekker. Oh ja, trouwens. Ik wil me heel erg excuseren en sorry voor gisteren, omdat de video niet online was, 's avonds, maar dat kwam omdat ik had een e-mail gekregen van YouTube, dus dat er blijkbaar in mijn video, en ik zeg het jullie echt waar, lieve mensen, dat was maar iets van 2 seconden. Echt waar, langer was dat niet. Dat was een beeld van 2 seconden. En YouTube sent me een e-mail, dus heeft me een e-mail gestuurd gehad van Katja, we kunnen de video er niet door laten, want er zijn 2 landen van Europa die dit geblokkeerd hebben. En weet je welke landen dat waren? België en Nederland. Alle andere landen hadden geen probleem met mijn video, maar wel België en Nederland. En echt waar, stond gewoon oké. Dat was eigenlijk een fout dat niet van mij was. Ik kan daar ook niet aan doen dat ik in een winkel terechtkom en dat daar ineens muziek speelt van Saint Paul of whatever de naam ook is. Allee, dat is ook niet mijn fout. En kom aan, dat beeld. Ik snap nu wel dat er auteursrechten zijn. Ik begrijp dat allemaal volkomen. Maar kom aan, een beeld van 2 seconden. 2 seconden, maar wat zijn 2 seconden voor zo'n liedje? Dus zo'n liedje duurt misschien 3 minuten tot bijna 4 minuten. En zij gaan klagen voor iets dat maar 2 secondetjes heeft maar geduurd. Hallo? Ik vind dat wel een klein beetje overdreven hoor. Maar goed, zwart. YouTube had mij gevraagd van, kijk, we kunnen jouw video er wel door laten, maar 1. Dan zou het alleen maar te zien zijn in alle andere landen, maar juist in die 2 landen niet. En dan dacht ik bij mezelf, oké, waarom zou ik dat doen? Want ik spreek Nederlands. Dus ik denk dat de meeste volgers van mij gaan van België zijn en ook van Nederland. Maar ik denk niet dat mensen van Spanje of van Frankrijk naar mijn video's gaan kijken, omdat die ook een andere taal spreken.
dan wij. Dus dan dacht ik bij mezelf, oké, dus dan had YouTube had me dan gevraagd van, oké, dan is er een andere mogelijkheid dat je kunt doen. Dat is dat wij het geluidfragment van die 2 seconden gewoon gaan dempen. Dus dat je dat niet hoort in je video. Dus dan ben ik daarmee akkoord gegaan. Ik zeg van, oké, doe dat dan maar. Hè. Dus demp dat geluid maar van die 2 seconden. Ik heb geen zin om hier... Ik heb zoveel tijd, zoveel werk gestoken in mijn video. En om dan het niet online te zetten, dat vond ik maar nutteloos. En dan nu eindelijk deze morgen stond die video dan uiteindelijk online. Dus dat was de reden waarom dat mijn video een beetje later online was dan normaal. Dus sorry hiervoor, lieve mensen. Dat was echt niet mijn fout. Maar ja, dus vanaf nu, als ik nu ergens in een winkel binnenkom, of ja... Als u werkt in een winkel en u ziet mij binnenkomen, zet gewoon uw muziek volledig uit. Hè? Want YouTube, ze klagen anders. En dat willen we niet. Oh, Katja. Dus ja, we gaan zien dat we dat niet meer voor hebben natuurlijk. Hè? Want ja, ik zou niet willen dat mijn account geblokkeerd wordt voor dit soort reden waar ik eigenlijk niets kan aan doen. Hè? School. En als hem leeg is, doet hem nog eens vol. Want nee, niet in mijn geval. Ja, ik loop nog altijd in met een badjas, zoals dat geleerd. En dat is een badjas van Snoopy. Zoals dat jullie zien. Dat is echt mijn lievelingsbadjas, deze. Die draag ik echt heel veel en die draag ik heel graag. Als dit leeg is, ga ik me aankleren. En dan ga ik me klaarmaken om naar buiten te gaan. Wat ik ga doen, ik weet het nog altijd niet. Maar ja, we zullen wel zien wat we gaan doen, hè. Maar ik neem jullie alleszins wel mee. En misschien kan ik daar wel filmen ook. En we zullen wel zien. Dus ik zal zeggen... Tot zo meteen. Oké, lieve mensen. Het is nu bijna 12 uur en mijn eten is klaar. Aan de ene kant heb ik de groentjes. Daar zit dus sla, paprika in. Aan deze kant heb ik fruit. Daar zit dus ananas in. Dan kiwi en nog druiven. Deze gaat zijn zo rond 3 uur of 4 uur. En dat gaat zebiet zijn tegen 1 uur of zo. Ziet het er niet lekker en gezond uit, lieve mensen? Oké, nu komen we aan een muziekschool aan. En dat is van Slack. Maar lang geleden was dit het conservatorium van Leuven. Ik denk dat dat nu nog altijd het conservatorium is van Leuven. Maar ze hebben gewoon een nieuwe naam gezet. Zo ziet het. En dit was mijn klas. Waar dat die ramen zijn, hier heb ik gezeten in de klas. En dan moest ik in die deur hier binnen gaan om naar school te gaan. Zie? Trouwens, de inschrijvingen zijn al begonnen, zie ik. Zoals dat jullie al weten, in een van mijn vorige vlogs heb ik al verteld dat ik een full CD heb. Dit is mijn full CD. Zie? Daar staan 20 nummers op, daar staan eigen nummers op, maar ook covers. Ik schrijf mijn eigen teksten ook zelf, dus ik ben songwriter en dan nog eens zangeres. Maar waarom film ik hier? Dat is omdat hier is alles eigenlijk begonnen met mij. Dus ik was, denk, 16 of 17 jaar. Alhoewel was ik niet 15 jaar. Ik kan denken... Jawel, ik denk dat ik 15 jaar moet geweest zijn dat ik hier terecht kwam. En ik heb me dan hier laten inschrijven, maar het probleem is dat ik ook schoolplichtig was voor een normaal school. Dus in die tijd deed ik 2 scholen op 1 dag. Dus dat wil zeggen dat ik in een dag naar mijn normaal school ging en 's avonds hier naar school ging. Dat is eigenlijk heel zwaar, want tijdens examens heb je in je normaal school examen, maar ook hier examens. Gelukkig was die school maar 2 keer per week. Hier volgde een notenleer en zangles. Dat heb ik hier dan gevolgd. En ja, dat was wel een leuke tijd eigenlijk. Hè? Als kind kom ik hier naar school. Ik leerde voor muziek, voor iets wat ik wou doen, voor iets waar ik heel veel interesse in had. Alleen de notenleer. De notenleer deed ik absoluut niet graag. Maar ja, je moest notenleer volgen om ook nog een instrument te mogen volgen. En aangezien dat je stem, dat is eigenlijk ook een instrument in de muziekwereld. Dus ja. En zo is dan alles begonnen. In 1998 zat ik in mijn laatste schooljaar, dat weet ik nog. Maar in de gewone school, want ondertussen was ik hier al gestopt. Ik denk dat ik in deze school heb ik maar 2 jaar of heb ik maar 3 jaar gezeten. En dan ben ik gestopt gehad hier, omdat die noten deed ik echt niet graag. Eigenlijk wou ik alleen maar zingen. En de zang dat je hier krijgt was ook geen popmuziek. Dat was alleen maar van dat klassiek gedoe.
deze is niet echt mijn ding. Dat is niet echt voor mij. En opera, dat kan ik helemaal niet zingen. Dus daarom ben ik dan ook gestopt hier. Ja, in 1998 heb ik dan mijn eerste cd-singeltje gemaakt. Ontdekt door een andere producer. Ik mocht mijn liedje eens gaan inzingen. En toen ik dat liedje ging inzingen, dus niet veel later is daar een cd'tje van gekomen. Ben ik kei blij naar school gegaan. Dan heb ik mijn cd'tje, kijk, ik heb mijn eerste singeltje uit. Maar dat is eigenlijk zo'n harde wereld, dat je dat niet kunt geloven. Dat is... Het is niet dat je ineens aan een top gaat staan. Helemaal niet. Ik denk dat ik... Het is echt moeilijk in die wereld om echt aan een top te staan. In die tijd... Dan was het internet nog niet, dan bestond dat nog niet dat je je liedjes kon verkopen via het internet of dat je je liedjes kon eigenlijk promoten via het internet. Dat bestond niet. Je moest in die tijd al op televisie komen en op de radio's komen om zo je liedjes te promoten en om daarop te komen op televisie en radio's, dat is heel moeilijk. Ze geloven me vrij, dat ging bijna niet. De kans is heel klein dat je daarin terecht kwam. Maar goed, aangezien dat ik een doorzettingsvermogen heb en dat ik bleef doorvechten omwille dat wat ik wou in mijn leven, ben ik zo in Big Brother terechtgekomen gehad in 2003. En daar is eigenlijk mijn goede start begonnen. Dus Big Brother, ik zeg niet dat Big Brother mij groot gemaakt heeft, dat zeg ik niet. Maar het heeft wel mij een bekend gezicht gegeven. En dat is ook wel leuk, weet je. Je komt in Big Brother aan, je doet mee aan dat spelprogramma. En opeens kom je daar buiten als een bekend figuur, dus iedereen herkent je. Dus ik werd op die moment werd ik al gecontacteerd door enkele platenbazen die met mij een cd-single wilden opnemen. Ook producers contacteerden mij. Ik heb toen op de Gentse feesten mogen optreden. Ik heb op Marktrock mogen optreden. Dus ik heb al heel veel optredens mogen doen. Ook op de mega open air party en zo, niet te vergeten. Maar ja, toen ben ik ziek geworden, heb ik al mijn optredens moeten stoppen. En dan ben ik nooit meer gaan optreden. Dus nu ben ik al... Hoeveel jaar ben ik nu? Ik denk toch al 7 of 8 jaar dat ik niet meer op een podium gestaan heb om te zingen. Maar ja, ondertussen doe ik YouTube en YouTube doe ik ook natuurlijk heel graag. Maar zo is het inderdaad allemaal begonnen. Er staan dus verschillende nummers op van mij. Het liedje Hartendief staat er ook op. Dat is eigenlijk het liedje dat het meest populair is geweest, Hartendief. Dat heeft... heel veel weken lang op nummer 1 gestaan bij Radio Pros. Ja, Hartendief, en dat is ook een tekst dat ik zelf geschreven heb. Dat ging over een relatie eigenlijk. Daarna is Liefdesverdriet gekomen, een heel andere wending is dat ingegaan. Dat was geen popmuziek, dat was meer zo van dat volksmuziek. Ook een tekst dat ik zelf geschreven heb en dat was van een relatiebreuk dat ik toen had. Nu weten jullie eigenlijk waar dat het allemaal begonnen is en dat is allemaal in dit school begonnen. Nu ga ik mijn fruit opeten en dan ga ik terug naar huis gaan, want dan heb ik nog dingen te doen. En misschien later film ik nog wel iets. Dus ik zou zeggen, ik hoop dat jullie ervan genoten hebben en tot straks. Azo, wat zijn mijn lieve mensen? Ik ben weer thuis aangekomen. Ik ga vandaag nog gaan zwemmen in Holsbeek deze keer. Maar dat zwembad in Holsbeek is helemaal vernieuwd en is ook wel een heel mooi zwembad geworden. En daar is het water tenminste veel dieper dan in Rotselaar. Want in Rotselaar is het maximum maar tot 1,35 meter. En dat hangt er eigenlijk vanaf op het moment dat je gaat. Want er zijn momenten dat het water dan maar veel lager staat. Daar hebben ze een grond. En die grond gaat automatisch naar boven en naar beneden. En soms zetten ze dat lager, soms zetten ze dat hoger. Maar de maximum diepte is daar maar 1,30 meter, dus echt heel niet diep. En vandaag was ik in Holsbeek geweest om te gaan zwemmen en daar is de maximum. Dus daar gaat die grond niet zo op en af. Daar gaat dat echt van laag naar hoog. En het diepste dat je daar hebt is 3,50 meter. En dat vind ik gewoon geweldig. Ik vind dat echt zalig om in zo'n diepte te gaan zwemmen. Mijn voeding. Ik ga nog even een update doen van mijn dieet van vandaag. Vandaag heb ik het echt heel goed gedaan, lieve mensen. Ik heb echt... Dat fruit heb ik opgegeten aan de muziekschool. Dan ben ik teruggegaan naar Herend. En ik denk dat ik dan niks meer gegeten heb tot met 4 uur. En om 4 uur heb ik gewoon mijn groentjes opgegeten. Dus mijn gezonde groentjes zonder saus, zonder iets op. En dat is kei lekker en gezond. Morgen, lieve mensen. Ik weet al wat ik morgen ga doen. Zal ik het nu een surprise houden voor jullie of niet?
Nou, ik had geen surprise houden. Ik had gewoon zeggen. Morgen ga ik naar Oostende, de zee. Yeah, we go to the ocean. Ja, we gaan morgen naar de zee gaan met een heel groepje. Dus ik ga niet alleen zijn. En ik denk dat dat ook wel heel plezant gaat worden. Ze geven trouwens ook weer mooi weer morgen. Ook warm. Dus ja, dat gaat wel goed komen, hè. Ik ga mijn vlog hier afsluiten, want ik ga nu niks meer doen. Ik ga nu gewoon mijn montage doen van deze video dat ik nu maak, zodat dat morgen gewoon direct online kan. Aangezien dat ik morgen waarschijnlijk pas 's avonds thuis ga komen, rond 6 uur of 7 uur. Ik weet het nog niet, maar later we gaan thuiskomen. Hangt er vanaf om later we daar ook gaan vertrekken. Maar vonden jullie deze vlog toch een hele leuke vlog? Doe dan zeker alvast een dikke vette duim omhoog. Abonneer op mijn kanaal en klik ook het belletje aan naast de abonneerknop om zo op de hoogte te blijven van elke nieuwe video die ik post. Deel mijn video's ook met andere mensen en dan zie ik jullie heel graag terug morgen in een nieuwe vlog. Adieu, mwah, mijn lieve kijkers. This is me, I'm so royal, and you all wanna be round.